Ik hou wel van, weet je wel, Mariah Carey hair. The bigger the better. Ik hou van stijl haar. Ja. Maar ja, dat heb ik niet van mezelf. I have a good hair, but very thin hair. And short. I need the extra hair. And a lot. Wave, clip-ins, extensions. Ik gebruik clips en ik verleg het een beetje vast in mijn nek. I have now 200 extensions. Ja, doe zo'n behandeling. Dat ik het glad laat maken. Dat is een Koreaanse behandeling. Dat duurt vaak 5 uurtjes of zo. 1 keer in de 3 maanden. Ik had vroeger blond haar. Eigenlijk wit. Altijd blondeerd, heeft maar geen goed gedaan. Nee. Zet een baan blond haar. Weet je, dat je de hele tijd bezig moet zijn met iets. Iedere week weer dat, weer spoeling. Het is echt, het is nog meer dan een baan. This short hair make me look like I am a chicken. The chicken, you know, the one who nobody wants it, walking alone. Even KFC regret to have that one, that chicken. I think good hair are very important. And I know I'm saying that about everything, but the hair, for me, it's important since I was a little girl. Long, full hair, I feel like a mermaid. I use extensions. It takes quite some time, and I think it's very easy, flexible to let someone come. I think it's better than just drive to the salon. I can survive more than 2 days without extensions. That's my max, you know? I have 5 hair and short. I was blonde, red, brown, pink, actually. I did like every color. So I try every method of the hair, and this is the most comfortable. It is like a Christmas without a Christmas. So you start up as a bolt, you end up with a beautiful hair. Perfect length for you. Amanda and Daniel went to freeze them fat. And I have no clue what it is. Ik hoorde net op de televisie een stukje over, ja, zonder operatie je vet laten verwijderen. Toen dacht ik, hey, daar ga ik even voor zitten. Vet is nooit goed. Niemand heeft tijd voor vet. Deze methode heet CoolSculpting. Dat is een wetenschappelijk onderzochte methode. We weten van CoolSculpting dat vetcellen afbreken op het moment dat ze maar koud genoeg zijn. 2 tot 4 graden moeten ze zijn voor het lichaam om niet meer zinvol te zijn en afgebroken te worden. Op het moment dat dat zo is, zegt het lichaam tegen de vetcellen, breek maar af, ik heb er niets meer aan. Ik zie het een beetje als beeld houden. Het zijn net de laatste dingetjes dat je denkt van nou, ben je niet blij mee? Zet je zo'n plaat op. Geweldig! Ik heb geen pijn als een liposuctie, dus eigenlijk ideaal. Ga ik hem iets omhoog doen. En als ik het goed begrijp, is dit de area waarvan je zegt van ja, als het even kan, dan wil ik daar vanaf. Heel graag. Teken hem af met stift. Ik wil de binnenkant van mijn benen doen, omdat dat raakt elkaar nog wel. En als ik een kort spijkerbroekje aan heb of zo, vind ik dat irritant. Ik wil mijn buik heel graag laten doen. Wat we doen is, we maken een rondom behandeling. Op het moment dat we alleen dit zouden doen, dan zou je hier aan gaan storen. Want hier zit ook, en het is het mooiste om het helemaal tegelijk te doen. Als je helemaal plat wordt, vind ik wel mooi. Danny, wil je nog wat zeggen tegen je vetcellen? Ik wil zeggen, vallen wel me lastig. Ik kan je verheugen op een date, maar ik verheug me op vet bevriezen. Oh. Yes. Komt ie aan? Het is wel even 3 minuten dat je denkt van, ja, pijnlijk. Ik kan je wel altijd uiterlijk genoeg, dat ik allemaal voor over heb. Maar mijn pijngrens is op zich wel chill hoor. En helemaal als het om vetbevriezen begaat, dan snap je? Mooi stevig, ga je huid even goed masseren. Echt even belangrijk dat we dit ook doen. Oké. Het klonk allemaal heel rampzalig, maar ja, ik zat in een andere kamer, ik kreeg het op mijn benen. Ja, ik voelde dat helemaal niet. Ik ben er klaar voor, been voor been. Ja? Het doet geen pijn of iets, je moet wel even geduld hebben, want ik zat 1 uur per been. Het voelt alsof je nu met je hand tegen een sneeuwpop staat, of met je buik dan. En het moment dat je denkt, woe, koud, ga je nog door. En je gaat nog door. En je gaat nog door. Tot je huid dus zeg maar geen gevoel meer hebt. En dat doet zeer. Oh, dit is vreselijk. Ze deed net alsof ze een bevalling had. Danny heeft sowieso een lage pijngrens. Dus ja, die nam ik ook wel met een korreltje zout. Het kietelt een beetje. Oh, wat erg om te zien. Nou, ga ik weer even masseren? Ah.
dacht 6 tot 8 weken. Dan heb je echt het, ja. En je moet het liefst 2 of 3 keer gaan. Dat was ook wel de bedoeling. Maar na 1 keer had je al vrij veel resultaat. Ik ben hartstikke blij. Ben je ook blij, man? Hartstikke blij. Kijk, een bloedbehandeling, ja, dat vond ik natuurlijk gewoon niet, ik weet niet. Dat was gewoon niet zo mijn ding. Maar vet weghalen is wel mijn ding, echt. Vingers plat. Anders denkt hij worteltjes. Hij wil niet dat ik hem aanraak. Dat heeft iedereen met jou. I'm house sitting for a friend. And I invite the girls to come over. To have some just quality fun time. And some conversations. Okay. You? Jasmin is my niece. So she's 10 years old. She's the daughter of my sister. She's staying 4 weeks. In Amsterdam. Let him eat slowly, he's too old for that fast, you know? For me, it's always the most difficult subject. It is my sister, which passed away in the car accident. The first, like, 4 years, you know, actually 5 years, I never talk about it, you know? So when somebody asked me, even like, do you have sisters? So I said, yeah, I have one. I never said I have two, because then they said, you had two? What that mean? And then yeah. I have to bring the story, and I didn't want to say the story, you know? Gelukkig kan ik me dat niet voorstellen, maar ik begrijp dat hoeveel je van je zusjes houdt, dat je denkt, dat is vreselijk. Yeah, when my sister had accident, the other one was 3 months pregnant. So it is, you have a new life and one is gone. Till now I have issues to talk about that. You one life gone, but you have so much back. So that's why my dancers and my niece is so important, because I think it's her. Mm. Daarom ben je ook zo'n mooi persoon. Ja, aan de hand ga ik kwijt, joh. Nou. En ik heb het graf gezien. Je hebt zo'n mooi graf gemaakt voor jezelf. Hij designed myself, right? Zijn jullie was en zo mooi. I still miss her every day. I think the most difficult time are the birthdays, the Christmas. When something happening with Jasmin, I know she would be there for her, and now she's just not there. This summer he's free. So, and because he is a idiot, I know I'm gonna meet him somewhere one day. Mm. Because it's... I get it. Yeah. In het leven denk ik gewoon van, ik geloof in God zo, maar met dit soort dingen denk ik, wat is dan het nut? Yeah. Dat je dat soort dingen meemaakt, van wat moet je dat leren? Je zus. Die heeft rust, maar voor jou is het iets die jij moet er het hele leven mee leven, snap je? Er is geen dag dat je er niet aan denkt, dat weet ik nu al. Ja. As much support I receive from them, still it's just difficult. Cheers. Girls, cheers. Omdat ik van jullie hou. Heel veel. Echt prachtig.